Oh, ja, echt super lekker gerend. Zie je zo mooi op de hei. Je ziet wilde koeien en dieren, vogels. Echt super tof. En je kan hier alle kanten uit. Schitterend. Zelfs met een mistige, mistige dag zoals vandaag is het lekker om hier te rennen. Nou, ik loop nu ongeveer 3 jaar hard. Waarom loop ik hard? Omdat het voor mij, toen ik bezig was met afvallen, in eerste instantie onmogelijk leek. Nou, als iets onmogelijk lijkt, ga het gewoon proberen. En dan blijkt het toch mogelijk te zijn. En ooit begon ik met 2 kilometer. 2 kilometer leek 22 minuten over. Dat is langzaam als wandeltempo. En inmiddels loop ik halve marathons. En zijn we 3 jaar verder. En nog 1,5 jaar verder. En dan wil ik heel graag een marathon gaan lopen. Aan de ene kant is hardlopen geweldig. Omdat je altijd iets anders meemaakt. Maar wat ik ook meemaak is dat mensen me uitschelden. Ik ben een keer bespuugd. Mensen roepen dikzak. Of ren naar de frietent. Of je kont trilt. Dan denk ik, ja, dat klopt. Maar ja, weet je, dat weet ik zelf ook. Dus je hoeft het niet altijd te zeggen. Wat zou je willen zeggen tegen die mensen? Hou je lekker bezig met je eigen ding. Want ik hou me ook bezig met mijn eigen ding. En ik zeg niet wat ik van jullie vind. Dus jullie hoeven ook niet te vertellen wat jullie van mij vinden. Lekker aan het lopen? Zeker, zeker. Lekker.